Arnold Newman is een van de meesters van de fotografie van de 20e eeuw. Hij is eigenlijk een van de eerste portretfotografen die de omgeving meenam van waar de geportretteerde in zat. Tegenwoordig is dat vrij normaal, maar toen was dat heel apart en bijzonder. Zijn beroemdste portret in die zin is van Igor Stravinsky. Je ziet aan de linkerkant Stravinsky aan zijn grote vleugel zitten. Maar die vleugel die staat helemaal op de foto. Het is dus eigenlijk dus ook een portret van een vleugel. Maar ook weer niet. Het is van Stravinsky die duidelijk laat zien dat hij een pianist en een componist is. Die vleugel fungeert bovendien nog als een soort abstract element, een geometrisch element in de compositie van de foto. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor een zwart-wit foto om contrast heel goed te laten zien. Hij heeft ook close-ups gemaakt, bijvoorbeeld van Picasso. Maar van Mondriaan maakte hij in New York een prachtige fotoreeks in het atelier van Mondriaan, zo in de jaren 40. Arnold Newman was in Nederland vlak na de oorlog, waar hij samen met Otto Frank, de vader van Anne Frank, het achterhuis heeft bezocht en gefotografeerd, nog voordat het een museum was. Het enige kritiekpuntje op Arnold Newman is dat men vond dat hij wel heel behaagziek fotografeert. Eigenlijk heel erg in het verlengde van de beroemdheid die hij voor zijn camera had. Maar zijn herwaardering is in de jaren 80 en 90 gekomen. En nu kunnen we toch wel zonder meer stellen dat Arnold Newman een van de meesters van de portretfotografie samen met Richard Avedon in Amerika was in de 20e eeuw. De tentoonstelling bestaat uit voornamelijk portretten van heel veel beroemde mensen. Want Arnold Newman fotografeerde voor grote bladen in Amerika zoals Vogue, Harper's Bazaar en Life. Maar ook veel foto's van mensen die wij niet kennen en die vanwege de compositie, hoe het portret gemaakt is, heel belangrijk zijn om te tonen. Om ook meer inzicht te krijgen in het oeuvre van Arnold Newman. En wat wij straks tonen is zijn eerste grote retrospectief na zijn overlijden.